sluit nauw aan bij Peer Bos en komt eindelijk toe aan de gemeente Schoten. Schoten voert al sinds 1997 samen met het Vlaams Gewest een procedureslag tegen de familie Van Haveren, die eigenaar was van het natuurgebied. In ruil voor de verkaveling van een groot stuk van het domein beloofde de familie in 1979 om 40 hectare gronden aan de overheid af te staan tegen de symbolische prijs van 1 Belgische frank, 0,02 euro. Maar met de vergunning voor 211 bouwkamers weigerde ze elke overdracht. Het is Dirk Gardijnen die dit niet tikte toen en al 30 jaar ijverde voor de gerechtigheid. Reeds in 1985 werd vanuit Schoten veelvuldig aangedrongen op de overdracht en het ondernemen van juridische stappen door de verschillende ministers van de Vlaamse gemeenschap. Het is maar even om aan te duiden hoe zo'n dossier kan verlopen. Het ging van de kersten naar de muur met beloftes en onduidelijke informatie. Veel namen van ministers passeerden de revue. Via aangetekende zendingen en het inschakelen van de Vlaamse ombudsdienst kwam Dirk Gardijnen in 1996 tenslotte te weten dat toenmalig minister Baldewijns het vertikte om juridisch in te grijpen. Een kaakslag na 11 jaar aandringen en hoop. De bal lag nu in het kamp van de gemeente Schoten. Coalities wisselden, maar het gemeentebestuur bleef steeds volhouden dat afgesproken overdracht moest doorgaan. Door een nauwgezette opvolging zijn we nu zover dat de akte van eigendomsoverdracht wordt verleden. Het zal niet lang meer duren voor de bordjes verboden toegang verdwijnen. We zijn er alvast mee begonnen. Door de overdracht wordt de bouw van het aqueduct aan de Peersbosbaan mogelijk op kosten van Tuchwege. Zo levert deze verwerving een bijzondere bijdrage aan de realisatie van Grunland dat de resterende groene gebieden in de stadsrand van Antwerpen wil behouden, versterken en verbinden. Werk aan de winkel voor de toekomstige schepen van milieu. Hé Walter. Met het gebied in eigendom heeft de gemeente alle troeven in handen voor natuurbeheer, behoud en zachte recreatie zoals wandelen en fietsen. Het is mee aan de Milieuraad om uit te zoeken hoe. Die adviseerde al in 1988 op voorstel van professor Mark Nelissen een naam voor het gebied Bonte Hanik. Het zou met een dubbele N zijn volgens mij. De Hanik is in het Schotens dialect een bonte ekster. Men vindt het woord terug in een hannetjesnest, een hele troep, een hele hoop bijen. Dingen bijen. Maar de Bonte Hanik was ook de naam van een hoeventje met kleine boerendoening en wat omliggende gronden tussen de List en het Peerbos. Het wordt alvast een mooi gebied voor alle Schotenaren. Ten slotte wenst onze fractie het college en in het bijzonder schepen Erik Blok en juridisch consulente Martien Stabel te bedanken voor hun inzet. Uiteraard bedanken we ook zeer sterk Dirk Gardijnen.